Goedemorgen allemaal. Lia en ik zijn hier vandaag bij de Zeestroom. We maken een filmpje naar aanleiding van een cursus die we hebben gehad in Haarlem. Van Lia is haar man hier een paar keer in de week, zodat Lia wat ontlast wordt. En mijn moeder van 89 is hier en die komt hier 5 dagen per week. We nemen jullie graag mee. We hebben 3 groepen hier in IJmuiden. We hebben 3 verschillende ruimtes die we gebruiken. We hebben 1 wat actievere groep, dat noemen we de blauwe groep. Verder hebben we nog de zeemeeuwen en de branding. En daar zitten gemêleerde mensen die vooral voor een gezellige dag naar ons toe komen. Nou, goedemiddag. Ik mag u even lekker een stukje interviewen. En mijn vraag is, hoe bent u hier zo binnengekomen? Nou, ik ben binnengekomen eigenlijk door mijn dochter. Die zei van, mam, er is hier wat te doen. Ga eens kijken. Ik zeg, ik niet. Ik ga daar nog niet heen. Ik zeg, daar ben ik te jong voor, hoor. Ik word 78, dus ik denk, ik kan nog wel 10 jaar even wachten. Maar ze zegt, je bent alleen en dan zit je voor het raam te kijken en je maakt niks mee. Ik zeg, nou ja, maar die dementen allemaal, ik zeg, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, je had gedacht, als je hier komt, er zit er een zo en er een zo, weet je. Dus ik wou dat helemaal niet natuurlijk. Nee. Toen zei ze, nou, ga maar eens kijken. Dus, en nou vind ik het hartstikke leuk. Nou, hartstikke mooi. We krijgen eten en van alles wordt er gedaan. En het personeel is heel leuk natuurlijk met elkaar. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik raad het iedereen aan. Goedemorgen Corina. We zijn vandaag aan het filmen. Ik zou zo graag willen weten hoe jullie gekomen zijn tot het idee om een groep te beginnen. Wat jullie noemen de opstappers. Ja. De opstappers is ontstaan omdat wij dachten van hoe kunnen we bepaalde deelnemers, zeg maar, met een vorm van een haperend brein ook richting de zeestroom krijgen. Vaak is de drempel toch nog altijd wel hoog om binnen te komen en hoe kunnen we het doen op een andere manier. En we mochten hier starten in Sportal Zeewijk. Daar zijn we met een groepje begonnen. En daaruit beginnen wij om 10:30 hier. Tot 11:00 drinken we koffie. En daarna doen we een duinwandeling. En we zijn echt wel 1,5 uur onderweg. En we sluiten af met de lunch. En we hebben nu ook al een paar deelnemers die dan doorstromen of opstap naar de zeestroom. Dus het wordt dan wat makkelijker binnenkomen. En hoe is het met u gegaan? Nou, ik vond het helemaal niet leuk, weet je. Je vond het niet leuk? Nee, maar ook dat ik het hoorde wat ik had. Nou, ik denk, mijn wereld stort in. Mm-hmm. Weet je wel, ik denk, nou, dan ben ik. Toen zei ik tegen man, dan ben ik niks meer waard. Hij zegt, hoe kom je erbij? Ja, dat is toch raar, zeg ik, wat ik nou dan heb. Maar ik ga hier graag heen. En wat ik heb, dan denk ik mij, nou, leven de lol. Ik vind alles nog mooi. Ik ervaar het hier als eigenlijk als een warme douche. Ik moet zeggen dat de sfeer zo is dat we in staat zijn, althans ik ben ertoe in staat, om als ik in een mindere stemming hier kom, dat ik binnen de kortste keren een stuk vrijheid ervaar, waardoor ik als persoon los kan komen van de dingen die me tot dat moment bezig hielden. En dat kan dusdanig zijn dat ik gewoon vrolijk word. En u bent dan mijn moeder. Zou u kunnen vertellen of je het moeilijk vond om hierheen te gaan? Als ik hier ben, dan voel ik me goed. Maar als ik alleen thuis zit, dan vind ik het niks. Nee, maar daar gaat het dus om. Ja. Als je hier zit, dan zie je andere mensen. Ja. Je doet dus een spelletje. Maar je moet toch ook altijd weer naar je hockey toe? Ja, dat is lastig, hè? Dat vind ik moeilijk. Ja, en daarom is het heel fijn dat je hier bent. Want u komt hier 5 dagen in de week. Ja, ja. Mijn moeder, de eerste keren dat ze heen ging, werd haar gevraagd
om aardappelen te schillen. En zij vond dan dat ze heel nuttig bezig was. Dus dan zei ze ook, ze vindt het ook heel fijn hoor als ik kom. Want dan kan ik in elk geval de aardappelen schillen. En ze vinden het heel fijn als ik er ben hoor. Want ik heb ook afgewassen en zo. En, dus mijn moeder voelde zich toen nuttig. Inmiddels zijn we 3 jaar verder. Is het allemaal wat veranderd, maar het is een geweldige locatie om te zijn voor mensen die met een haperend brein, zal ik maar zeggen. Absoluut. Ja. Als je familielid last krijgt van een haperend brein, dan kan dat echt topsport zijn. Voor degene die het haperend brein heeft, maar ook zeker voor de familieleden. En die willen wij steunen daarin. Dus wij geven... meerdere keren per jaar doen we mantelbijeenkomsten. Dat zijn bijeenkomsten voor de partners en andere bijeenkomsten juist voor de kinderen. En jullie gaan daar ook op een hele fijne manier mee om. Want zelf vind ik de waardigheid en ik zie dat dan uit de praktijk. Dat je neemt eigenlijk heel veel van je moeder, in mijn geval dan van mijn moeder af. Hè, dat ze ook het idee heeft van waar ben ik nog? Wat kan ik zelf nog beslissen? En dan is die in hun waardigheid laten. En respect is een heel belangrijk onderdeel. Ja, wat we heel belangrijk vinden is dat we de mensen juist aanspreken op wat ze wel kunnen. En dat we eigenlijk niet meer kijken wat er niet lukt. Dat vinden we helemaal niet belangrijk. Nee. En wat ze zelf fijn vinden om te doen. Ja. Zo, dat moest even, man. Dat even. Ja, dat moest even. Hè?